Sebastian de Neuburg en ik ben de oprichter van We Are Yuma. Wij 3D-printen zonnebrillen van plastic afval. De missie die we met We Are Yuma hebben is mensen letterlijk en figuurlijk op een andere manier naar afval laten kijken met een mooi, comfortabel en betaalbaar modeproduct. Het idee voor mijn start-up is geboren tijdens mijn vorige baan eigenlijk. Hiervoor werkte ik als start-up consultant, specifiek rond circulaire economie. En ik ben daarmee in contact gekomen met heel veel gemotiveerde oprichters, start-up founders. En het gaf mij goesting om zelf iets te doen in plaats van andere mensen te adviseren. En het is tijdens de reis van Brussel naar Luik in het station van Leuven dat ik het idee kreeg van: heeft er al eens iemand zonnebrillen geen 3D-printen op plastic af? Zo is gestart eigenlijk. In de eerste plaats ben ik gaan experimenteren, want ik kwam er daarna heel snel achter dat nog nooit iemand eerder te zot was geweest om dat te proberen. Dus ik heb mijn eerste 3D-printer gekocht en dan heel wat maanden in de keuken experimenteerd. Eerst een prototype is gemaakt en op het moment dat ik door had, oké, technisch zijn er nog heel wat open vragen, maar het gaat. En toen ben ik begonnen met de opstart van het merk en dat begin uit te bouwen. Ik kende Started at KBC via mijn vorige baan, omdat ik daar toen ook al via de coaching van startups mee betrokken was. Dus dat was voor mij was echt een no-brainer om bij hen aan te kloppen. Started at KBC voor ons echt veel betekent. Zeker na de start-up, we zitten nog steeds in start-up fase, maar zeker in het begin. Die runway die ons gegeven heeft, gewoon praktisch advies, maar ook naar PR. De connecties die ik via Start at KBC gekregen heb. Maar ook de community zelf. Als start-up founder is het fantastisch om met andere ondernemers te kunnen spreken over de praktische en strategische zaken waar je mee bezig bent. Dus dat heeft echt een toegevoegde waarde gehad. Mijn omgeving reageerde eigenlijk niet verbaasd. Ik had al zo lang wat gaan broeien op een ideetje. Ik had een hele lange Evernote-lijst met allemaal start-up ideetjes, zo heette die folder. Dus ik denk dat mensen eerder verbaasd geweest zouden zijn als ik niet zelf iets gestart zou hebben, dan als ik nu wel iets mee bezig was. Waar ik trots op ben, is dat we naar de markt zijn gegaan. En het is, dat klinkt heel simpel, dat klinkt heel stom, maar als je een eigen product ontwerpt en bouwt, maakt, market, is dat eng. Het is eng om met je babytje aan mensen aan te bieden en te koop aan te bieden. En die stap, die heb ik een paar keer uitgesteld en we geven met stapjes daaroverheen. En daarna zijn er nog andere dingen waar ik voor trots op ben, maar dat is een drempel die je overheen moet. De uitdagingen die we gehad hebben sinds de start zijn technisch van aard. Wij maken onze eigen producten en aangezien nog nooit iemand eerder zonnebrillen 3D-printen van plastic afval, moesten we echt het hele product praktisch re-engineeren. Dat was even heel spannend, maar door die uitdaging zijn we echt 2-3 stappen naar voren kunnen gaan. De toekomstplannen voor 2019 zijn behalve het circulair maken van het product, dus het zijn ook op zoek te gaan naar nieuwe materialen. Dus we gaan experimenteren met petflessen uit de Schelde, om daar hier lokaal mee te printen. En dat in samenwerking met de kringwinkel, toen alle productie hier ter plaatse. En via de kringwinkel zou een deel van de assemblage, van het verpakken, in samenwerking gedaan kunnen worden. En op die manier kunnen we schalen. Daar kijk ik heel erg naar uit. De bijdrage van Started at KBC is de coaching. Want ik ben burgerlijk ingenieur van opleiding, maar ik weet over de mode-industrie en toen over zonnebrillen bijzonder weinig. Maar via Started at KBC heb ik de coaching kunnen vinden die me echt wegwijs heeft kunnen maken in die nieuwe industrie. En dat is iets wat echt heel waardevol is gebleken. Ik denk een van de meest gegeven tips is netwerken. Netwerken, netwerken, netwerken. Dat is heel belangrijk, dat is sowieso belangrijk. Maar ik bedacht vanochtend onder mijn douche nog een andere eentje. Een fout die ik in het verleden vaak gemaakt heb en nu probeer niet meer te maken, is echt enkel te focussen op zaken die je bedrijf doen groeien. Dus je wordt vaak genoeg bijvoorbeeld uitgenodigd om te spreken op een of ander event of te exposeren. En dat is leuk voor het imago, dat is leuk voor eigenwaarde, maar als het niet helpt om bedrijf vooruit te helpen, moet je er eigenlijk nee op zeggen. Dus ik ben er echt rigoureus en ik zeg enkel ja op dingen die ik weet die We Are Yuma vooruit helpen.